Hallo, we gaan knappe papa's maken, maar ook wat minder knappe papa's. Maar we zijn dus nu hier in Kas en dat komt omdat Thee met Melk dus de 100 Baby Challenge streamt. En die heeft dus een oproepje gedaan om baby daddies te maken. Dus dat gaan we lekker doen. Ik wil sowieso eentje maken die gewoon echt knap is, echt zo sportief, een beetje een mooi boy typeje. En dan wil ik er eentje maken die echt totaal tegenovergestelde is, die dus misschien een beetje past bij de familie mislukt. Dat soort types. En als we nog tijd over hebben, eentje die een beetje er half tussenin zit. Even kijken wat een mooie basis is om mee te beginnen. Die ring na en die sieraden en die schoenen, is dit wel een hele goeie om mee te beginnen. Dus we trekken gewoon alles even uit. Zo. We gaan even een... dit vind ik iets too much. Kunnen we misschien bij die derde doen. We hebben natuurlijk een goede kaaklijn nodig. Ja, die pruillipjes verpesten de look nu een beetje. Kunnen even gewoon een normale mond doen. Zo, dit ziet er al meteen anders uit. Ik geef mijn Sims heel vaak een groot voorhoofd. Maar ik vind dit dan... Dit kunnen we bij die derde man doen. Ik weet niet of ik die ogen wil. Je kijkt die boos, lijkt het wel. Nee, ik ga wel gewoon... Ik vind heel vaak deze voor mannen toch het mooist. Mooie helderblauwe ogen. Ik weet niet wat voor kapsel ik wil erbij. Dit is ook wel een mooi boy kapsel. Oh, deze. Ik vind deze wel een goede optie van studentenleven. Ik wil echt nu zo'n popie-jopie figuur maken. Het wordt al een knappe papa. Ik denk wel dat we qua uiterlijk... Zijn profiel ziet er gewoon heel mooi uit. De voorkant ziet er gewoon heel mooi gelikt uit. Nou, hij heeft een gespierd lichaam. Dus we gaan nu kijken voor een stoere outfit. Hij is natuurlijk een mooi boy, een beetje zelfzegd. Kijk, dit jasje is bijvoorbeeld heel leuk. Ik denk dat ik iets met een jasje voor hem wel leuk vind. Weet je, we gaan gewoon voor die. Huppatee. Broek eronder. Spijkerbroek. Dit wordt lastiger, want ik vind niet alle spijkerbroeken mooi bij de mannen. Die is wel tof. Deze vind ik ook tof, maar ik wil hem geen laarzen geven. Je ziet zijn spieren niet zo goed met die jas. Ja, we hebben natuurlijk nog andere outfits. Vooral warm weer. Kijk, als die man in de zomer wordt ontmoet, moet ook zorgen dat zijn warm weer outfit een beetje er goed uitziet. Ik denk dat ik voor deze ga, want die komt gewoon wat lager. Doen we die broek eronder. En dan nog schoenen. Oh, dit wordt wel heel erg grijzerig. We geven hem hier wel een kleurtje. Gewoon blauw, rood. Nee, dat vind ik dan weer niet mooi. Ja, groen. Dit is wel leuk. Er zit toch nog een beetje kleur in hem. Dit is veel te netjes voor hem. Ik wil wat anders. Ik wil gewoon een blouseje. Of dit, zo half open. Hihi. Deze kan heel leuk zijn, zo. Ik denk dat ik dan eerder voor die ga. Kijk, alleen die andere vampierschoen even uit. Nou, dit ziet er wel goed uit. Mooie formele outfit. Sportief. Hier kunnen we de spieren laten zien. Bij sportief. Oh, kijk, deze die valt heel erg open. Oh, deze. Ja, die. Dat is wel een mooi boy ding. Dit vind ik te strak. Ik denk dat ik gewoon een losse joggingbroek eronder wil. Zoiets. Kunnen we hier weer iets met kleur doen? Ja, kijk eens aan. Dus dan gewoon Nike's, nep Nike's eronder. Met sokken, zwarte sokken. Nou, dat staat ook weer zo raar. Lage sokken. Dit is beter. Nou, we hebben hier kleur in de broek. Ja, zijn algemene outfit is natuurlijk een beetje kleurloos. Ik heb wel groen in de schoenen gedaan. Waarom heb je nou weer een bril? Je gaat slapen. Heb je geen bril nodig? Maar de slaapkleding, ja, daar gaan we natuurlijk even... Ik weet welke ik wil. Die vind ik zo leuk, deze. En we hebben hem ook nog... On fire. We hebben die met het kusje op zijn kont. Of hebben deze hartjes. Doc zegt doe met de vlammen. Want dan is hij hot in bed. Nou, dan houden we deze charmante kus op de kont broek. Wat gaan we hem aandoen voor feest? Dit vind ik ook zo'n leuk shirt, hè? Misschien kunnen we hier wel wat kleuren doen. En dit is ook weer heel laag. Zo van, kijk mijn spieren zien. Kijk, hier hebben we blauw met paars. Kijk, blauw met paars. Daar gaan we voor. En wat voor broek doen we daarbij? Misschien kunnen we nu wel die ene broek doen. Wil ik een licht? Nee, ik ga wel gewoon voor de eerste optie. We kunnen hem hier ook wel een zonnebril geven. Ja. Kijk hem even stoer zijn op een feestje. Hier, kleur. Oranje. Zijn ogen springen er wel echt uit, hè? Die lichte ogen. Warm weer. Daar wil ik gewoon ook iets niet al te uitgebreid. Simpel shirtje of zo. T-shirtje. Hier, blauw. Past mooi bij zijn ogen. Is dit een spijkerbroek? Ja, zo. Die schoenen, dat is echt niet... Vind ik niet bij hem passen. Hier, we doen gewoon slippers of zo. Ja, die zijn wel wat stoerder. Ik wil hem hier ook die zonnebril geven. Nou, ik ben tevreden. Koud weer outfit. Misschien zoiets. Dit staat hem wel. Met blauw. Oeh, met blauw. Oh, die schoenen passen er dan ook mooi bij. Ben ik in één keer klaar. Ik weet niet of ik hem een muts ga geven. Ik vind hem nou niet een type die dan zegt... Oh, ik ga even een mutsje opdoen. Nou, hij is natuurlijk een actief iemand... Ik wil hem ook die ene geven. Oh, er is één pakket of zo. Ik weet niet of Thee met Melk alles heeft. Ik zit wel heel leuk die sim te maken.
ik heb eigenlijk niet eens gelet op welke pakketten ik allemaal heb gebruikt. Als ik dan iets gebruikt heb wat ze niet heeft, dan pas ik het, dan vervang ik het. Weet je, we gaan gewoon de papatjes nu maken. Maar dan ga ik nu gewoon lekker dingen maken die ik wil. En ik wil hem namelijk zelf ingenomen geven. Nou, dat kan sowieso, want ze heeft wordt beroemd. Dus dat is een goed iets. Ja, we kunnen extra vert doen. We kunnen ook pro. Ja. Pro. En als doel, populair, vind ik wel een goeie. We hebben een wereldvriend, we hebben feestbeest. Nou, vampier dus niet, grappenmaker. Leider van een roedel. En een wereldberoemde celebrity. Feestbeest, laten we feestbeest doen. Oké, een naam. Ja, ik vind eigenlijk de combinatie van zowel Bibi als Ace net wel leuk. Dan pakken we Mason als voornaam. En dan pakken we de suggestie van Ace net als achternaam. Ik weet niet hoe je dat moet uitspreken. Yigit of zo? Mason Yigit. Dat is man nummer 1. En laten we nu een tweede man erbij gaan maken. Dus ik wil gewoon een nieuwe sim toevoegen. En nu gaan we er gewoon een heel gek gebeuren van maken. Echt raar, raarder, raarst. Oh, oh, oh. Ik ben zo benieuwd hoe dit eruit komt te zien. Dit gaat heel grijnig zijn. Nou, laten we ten eerste eens beginnen. Want ik zag het net al met een huidskleur. Ik wil een aparte huidskleur doen. We hebben natuurlijk blauw. We hebben groen. We hebben rood, deze kleur. Nou, het wordt een kleurrijke kerel. En nou gaan we hem een apart gezicht geven. Eén ding wat ik heel leuk vind, is hem om zo'n kind te geven. Dat heb ik met de familie mislukt ook gedaan. En dat zie je echt terug bij de kinderen. Hij gaat wel een beetje op die van de familie mislukt lijken. Ja. Hier is kieschans, hier is kieschans. Oh, het lijkt nu een beetje op Shrek-achtig. Shrek in het rood. Oké. Okay. Nou, het kapsel. Iedereen zegt Hanekam. Deze kunnen ook. Die hebben ook van die... Willen we niet voor deze gaan? Deze vind ik ook heel mooi. En die komt ook in een gekleurde versie, toch? Hier, dit. Nou, doet hij me een beetje denken aan dat logo van 7-Up. Oh, paars. Zit er ook in. Blauw. Zeegroen. Oeh. Ja, we hebben net al heel veel blauw bij Mason gedaan. Dus dan geven we jou wel paars. Zit er toch een beetje roosachtig in. Oh ja, piercings. Ze vallen wel boven de wenkbrauwen. Deze ook, ja. Zo, de heupen nu lekker uit. En dan maken we dit juist heel ielig. Ik ben dus zo benieuwd wat voor outfits, hoe die hierop gaan vallen. Oh, die wil ik voor formeel. Stond die bovenaan? Ja, toch? Ja, die wil ik voor formeel. Dat past bij zijn haar. En dat is een beetje makkelijk weer, hè? Deze komt in het roze. Zo mooi dit, zo mooi dit. We gaan echt voor deze. Het is wel jammer dat hij niet in andere kleurtjes komt. Dit wordt je sportoutfit, dat weet ik nu al. Dit is gewoon, dit is het gewoon. De alledaagse outfit. Ik vind dit ook net eendenpoten zo met zijn grote schoenmaat. Oké, dan hebben we natuurlijk die formele outfit. Met dat shine pakje. Oh, dit is ook heel bijzonder. Ik vind deze sportoutfit echt heel leuk. Misschien moeten we die houden en dan pak ik die voor nacht. Dat vind ik wel een goeie. Dus we doen nacht even weg. We gaan wel heel snel door deze heen. Maar soms geeft het spel je gewoon de perfecte look. Deze. Lijken wel vlammetjes. Kijk die billen, kijk die billen. We gaan nu naar de feestoutfit. Ik wil nu even bij de los de boven- en onderkant kijken. Want we zitten nu de hele tijd bij de volledige outfits. En er zitten prachtige dingen tussen. Maar het is ook wel leuk om zelf iets samen te stellen. Ik heb een idee. We gaan voor feest. Waar staat het hier? Gaan we een vrouwelijke outfit maken? Want hier heb je ook allemaal dingen met see-through. Hier dit soort dingen. En dit soort dingen. Oh oh. Oeh. Ik ga ervoor dat lelijke ding van Moschino. En dan doen we de andere Moschino broek eronder. Wat vinden we hiervan? Ik wil de bunny slippers. Waar zijn de bunny slippers? Daar. Nou, als dit niet feestelijk is, dan weet ik het ook niet. Het flirt wel de hele poel op. Als je een feestje geeft en dit komt binnen. Nou, dan gaan we naar badkleding. Oeh, ja, we geven hem flippers. We kunnen hem een alien pak geven. Oh, die flippers zijn wel weg. Maar daar kan ik mee leven, want dit is zo apart. Ja, we gaan voor die. En dan met warm weer. Met warm weer wil ik weer terug naar het concept van vrouwelijk. Dingen van eilandleven werken ook. Ik denk dat ik voor deze ga van eilandleven. Wat gaan we eronder doen? Gaan we dan ook een eilandstijl ondergooien? Ja, we kunnen hem ook wel een keertje gewoon een leuke outfit geven. Weet je, dit matcht. Slippertjes erbij. Dan loopt hij zo door het leven. Als het de hittegolf is. Nou, is een koud weer outfit nog. Ja, ik ga wel voor deze van Strangerville dan. Kijk in het roze.
beeldig dit. Ja, we gaan voor deze. We gaan voor deze. Oké, okay, schoenen. Hier moeten laarzen onder. Ik vind deze laarzen echt Gaston laarzen van Belle & Beast. Nou, we hebben een tweede man klaar. Nou, wat voor eigenschappen gaan we hem geven? Ik wil hem sowieso paranoïde geven. Op familie gericht. Vind ik ook wel een mooie. Oké, okay, laatste. Ik wil het niet Einzelganger doen, want hij moet natuurlijk wel makkelijk kunnen flirten. Romantisch kan handig zijn, want dan is hij wel sneller flirteriger. Zullen we daarvoor gaan? En wat gaan we hier dan doen? Ja, we kunnen natuurlijk super makkelijk voor liefde gaan. Maar dan breken we zijn hart, omdat hij dan misschien een zielsverwant wil. Ik heb geen idee. Hier, meester mixoloog. Dan krijgt hij smaakessentie. Dus hij heeft wel smaak als het gaat om eten, maar geen smaak als het gaat om kleding. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie bonus-eigenschap om erbij te geven. Dat is man 2. Nou hebben we weer namen nodig. Huub. Maar ik vind Egbert Huub wel leuk. Kijk, dat is inderdaad prima als Egbert Huub Jieke. Jijke, papa nummer 2. Dan gaan we nog één papa maken. En bij deze papa gaan we ook een beetje raar, maar ook een beetje normale dingen doen. Dus het wordt een beetje een mix van die twee. Ik wil nu een body... Oh, kijk, hij heeft al bodybuilder. Hij is al bodybuilder. Kijk, dit gespierd zijn dan. En dat blonde haar vind ik er ook wel heel cool bij staan. Maar we hebben hier al bruin, we hebben hier al blond. En zou rood hierbij staan? Oh, ik vind die middelste wel mooi staan. Dus ik wil best een normaal gezicht maken met één klein dingetje anders. Dus ik denk dat ik dan iets met de neus ga doen, want dat is wel het meest opvallend om anders te maken. Oké, okay, en de neus heeft al een bijzondere vorm. Kijk, kunnen we wel een beetje een haakneus geven. Zo. Van voor valt het nog niet heel erg op of zo. Tattoos, ja. Ik heb die andere inderdaad geen tattoos gegeven. We kunnen hem wel een tatoeage geven, want je hebt volgens mij ook lichte tatoeages. Je hebt deze bijvoorbeeld ook met roze en op deze huidskleur ga je dat vet goed zien. Groen. Deze met blauw. Dit vind ik ook heel vet. Dat is wel tof, want dit is alleen bovenarm. En die kleuren ook. Vet mooi. Oeh. Die op de rug is ook tof. Ja, tatoeages erbij. Moeten we ook opletten dat er hier en daar wel wat outfits bij zitten waarbij je het gaat zien. Oh, je hebt het ook omhoog. Ja. Ja, dat doen we. Kijk, hier zie je de tatoeages ook nog terugkomen bij de armen. Oeh. Oeh, die broek staat er ook heel tof bij. Ja, die doen we. Oké, okay, schoenen. Oké, okay, dit kan wel het gekke dingetje zijn, man. Deze schoenen. Oké, okay, alledaagse outfit is klaar. Dan gaan we naar formeel. Wat ga ik hem hier geven? Oh, dit pak met de hartjes. Hij heeft wel roze ogen. Dus je denkt misschien, oh, dat is wel heftig. Maar hij heeft wel roze ogen. Sport. Komt deze een beetje laag? Oh, die komt wel laag genoeg. Moet wel een andere kleur doen. Oeh, kijk, in grijs. Er zit er zo'n blauwe streep bij. Oh, kijk, hij komt ook in het wit met een blauwe streep. En die schoenen zijn eigenlijk al meteen in een goede kleur. Dan, dit is slaapkleding. Nou, we kunnen hier wel de top weg doen, want dan zie je het helemaal meteen. Dat is mooi. Hier, felblauw. We gaan voor die feestkleding. Ik vind dit oprecht al best een leuke outfit. Ik zie wel dat hij die schoenen van vampieren aan hebt. Dat is dan wat minder. Maar oprecht is dit best een leuke outfit. Maar ik wil voor wat anders gaan. Oh, kijk. Even de biceps showen. Het kan wel. Hij komt ook gewoon in blauw. Dus dit moeten we eigenlijk voor warm weer doen. Ja, wat ga ik hem hier nu dan geven? Oh, we kunnen ook een keer bij volledige outfits kijken. Er zitten soms ook wel eens leuke dingen bij. Deze is ook leuk. En die komt ook in de wat rustigere kleuropties. Oh, dit is wel heftig, hè, met zo'n broek. Hij is wel feestelijk, die kleurtjes. Weet je, we doen deze gewoon. Je ziet hier de tatoeage nog een beetje eruit komen. Dan wil ik hier wel instappers. Daar staan ze. Deze komt ook in een lichte kleur. Prima. Zwemkleding. Oh, kijk, deze heeft ook streepjes, dingetjes. Die is ook wel leuk. Oeh, deze vind ik leuk. Strakke speedo. Ja, ik weet niet. Ik vind dat altijd een beetje om te gebruiken, die. We geven hem hier die blouse van Eilandleven. En dan doen we er iets korts bij. We kunnen ook zoiets doen. Dit vind ik eigenlijk wel leuk staan. Dus niet per se kort. Hij komt in het blauw ook. Hier kunnen we hem ook wel een zonnebril geven. Kijk, hem is hipster zijn, jongens. Gaan we naar koud weer. Wat gaan we hem met koud weer geven? Dan moet je opeens zo iemand helemaal inpakken. De Moschino trui. Deze. Dit vind ik echt zo'n papa trui. Met het beertje erop. Ja. We gaan voor die met de beer erop. En dan moet er nog een broek onder. Nou, dit is natuurlijk altijd prima. Ja, weet je, hier hoeven we niet al te moeilijk over te doen. Het gaat vooral om zijn genetica natuurlijk, hè. Dat moeten we doorgeven. Wat voor eigenschappen gaan we hem dan geven? Nou, ook actief natuurlijk. Anders heb je niet zo'n lichaam. Of juist niet. We hebben hem actief gegeven. Dan geven we hem juist voor het komische effect. Waar staat hij? Lui.
Dat je denkt, hoe ben jij aan zo'n lichaam gekomen als je lui bent? Ik vind dansmachine wel leuk. Ook al ben je lui. Ja, die beertjes trui is echt cute. En dan heb je bij die vrouwen, die hebben dan zo'n jurkje, maar die zit helemaal vol met beertjes. Dat ik denk, doe dan ook één zo'n beertje. Dat is veel leuker. Teergevoelig. Oh, dat vind ik ook grappig. Zo'n hele stoere, breed kerel. Ja, dat ja, bro hebben we al gehad. Ik vind teergevoelig wel leuk. Hele stoere, brede kerel. En dan met insecten heeft hij iets van... Oeh. In de natuur, ja. Een natuurliefhebber die teergevoelig is. Daar gaan we voor. Daar hebben we nog een naam nodig. Ik vind Tommy wel een hele stoere naam voor hem. Ik zie ook weer Y-namen komen. Jaden. Oh, die kunnen we voor de achternaam doen. Sky vind ik leuk. Er kan nog wel een naam bij. Huub 3.0. Nee, we hebben net al Huub bij de tweede man gedaan. Ja, we gaan wel voor Tommy. Dan wordt het Tommy, Sky, Jaden. Dus een echt een super knappe papa. Een totaal niet zo'n knappe papa. En een papa die er gewoon een beetje tussenin zweeft. Met een aparte neus. Die Tess Latus wel leuk vindt. Hier en daar een klein apart dingetje in de outfit of zo. Maar dat zijn dus de drie papa's die ik gemaakt heb. Ik zal ze eerst even opslaan in mijn bibliotheek. Dan ga ik even kijken met welke pakketten ik eigenlijk allemaal gebruikt heb. Want Thee met Melk heeft niet alle pakketten. Als ik iets heb gebruikt wat ze niet hebben, dan zal ik zorgen dat ik het vervang voor iets wat er heel erg op lijkt natuurlijk. En dan komen ze daarna op de galerij. En bedankt voor het kijken. Ik vond het echt leuk om deze mannen met jullie te maken. En je ziet ze straks nog op de galerij.